Deze video gaat jou blij maken. Zeg maar, als je dit soort video's ziet, hoe kan je nou niet blij worden? Mijn kat houdt van zijn nieuwe speelgoed. Ik kan hier oprecht de hele dag naar kijken. Hier word je toch blij van? Het is een schattig katje die aan het dansen is. Of wat hebben we hier? Mijn ouders die leven het beste leven. Ze hebben pizza en ze spelen Mario Kart. Ik zweer het je. Als ik 40, 50 jaar oud ben, dan wil ik dat ik nog pizza eet en Mario Kart speel. Stop nooit met dromen. Deze hond die kijkt naar hoe een hond parcours doet. En hij denkt, hé, dat kan ik ook. Zo'n schattig puppietje. Die dan denkt, dat kan ik ook. Piloot helpt man met de bladeren van de weg te blazen. Kijk dan. Kijk, hier word je gewoon vrolijk van. Dit is gewoon, ja, het toppunt van lief of zo. In welke situatie heb je een helikopter en wil je iemand helpen? De kans dat dit gebeurt is ook echt heel klein. Hij leeft als een koning. Kijk dan. Ja, ik zei het toch. Van deze video's word je gewoon blij. Een hond die aan het chillen is in een stoel terwijl die lekker chips aan het eten is. Oh jee, we hebben hier weer een schattig hondje. En hij gooit de bal in die machine. En volgens mij hoort die machine nu de bal af te schieten. En oh, het lukt hem wel. Ja, het lukt hem wel. Die hoed staat hem goed. Oh ja, let's go. Een vogeltje met een hoed op. Ja, zeg maar, hoe kan dat jou niet blij maken? Dat moet jou blij maken. Gewoon een vogeltje met een hoedje. In ieder geval, Sam is wel heel blij. Sam has reached peak happiness. Ja, Sam kan niet meer blijer. Geef Sam een hotdog en Sam is super blij. Kijk dit. Ellie, laten we een selfie maken. Bro. Smile. Dat zelfs. Oh my god. Dit is de hond voor social media. De hond kan letterlijk selfies maken. Ik wil deze hond hebben. Hij is aan het oefenen voor zijn date vanavond. Ja, kijk dan. Hij is al zijn loopje aan het doen. Hij heeft de bloemen al in zijn mond. Ja, ik denk dat deze hond wel gaat scoren. Deze hond gaat zijn chickie wel pakken hoor. Ik wilde mijn bagage pakken op het vliegtuig. En toen kwam ik dit tegen. Een man die letterlijk matcht met zijn bagage. Wat? Hey, zo weet je wel altijd 100% zeker dat je de juiste koffer hebt gepakt. Mijn opa is er zojuist achtergekomen dat hij zijn haar kan stylen met een stofzuiger. Ja. Fantastisch. Gewoon fantastisch. Wat is dit dan weer? Een schildpad. We hebben hier een schildpad en volgens mij gaat hij zwemmen. Dit is zeg maar een corona schildpad. Hij mocht niet naar buiten, dus buiten is naar binnen gehaald. Ja, daar gaat hij hoor. Op zich, deze schildpad is nog best snel. Ik heb altijd gehoord dat schildpadden zeg maar heel sloom zijn. Maar op zich... Oh nee, wacht, hij is wel heel sloom. Zeg maar, deze video is niet daadwerkelijk aan het laden. De schildpad is gewoon zo sloom. En daar gaat hij dan. Hoppakee. Oké, schildpadden zijn wel sloom. Ik neem mijn woorden terug. Je kan een treinticket niet alleen gebruiken voor het reizen, maar je kan het ook gebruiken voor een goede glimlach. Oké, ik ben benieuwd. Hij stopt het treinticket in zijn mond en dan heeft hij blijkbaar een goede glimlach. Oké, ik snap hem al. Ik snap. Ja, kijk. Als deze TikTok je niet blij maakt, dan weet ik het ook niet meer wat je blij gaat maken. Dat is wel heel erg jammer als deze TikTok je niet blij zou maken. Deze mevrouw vindt het zo leuk dat de gebit er bijna afvalt. Oh nee, wacht. Ze ligt op een trilplaat. Dit is mijn mama. Wat is dit? Dit is echt heel grappig. Wat zie ik? Als dit je niet blij maakt, dan heb je geen humor. Wat is dit? Dit is geniaal. Dit is het beste idee. Wat? Hij heeft letterlijk... Dat is wel echt oprecht het beste idee. Hij heeft zeg maar een tafelvoetbal gemaakt met worstjes. Wow. Deze man moet gewoon een prijs hiervoor krijgen. Dit is gewoon een award. We hebben hier een alpaca. En deze alpaca, die is heel erg lief. Ja, tegelijkertijd ook een beetje eng. Maar ook heel lief. Zeg maar, ik weet niet waar zijn... Waarom waren ze oren? Ze oren. Die waren opeens verdwenen. Wat is dit? Dit is geniaal. Wow. Dit is een Switch standaard. Switch on top. Nee, dit is geniaal. In 10 games. En daar heb je de games. Bro.
bro. Als je heel groot fan bent van de Nintendo Switch, dan moet je deze hebben. Dit dier vindt het knuffelen heel erg lekker volgens mij. Ik weet niet wat voor dier dit is, maar hij geniet er wel van. Iedereen houdt van een lekkere belly rub. Is dit een kapper of is dit een... Wat is dit? Is dit een groenteboer? Want dit is... Hè? Heeft hij nou letterlijk gewoon spinazie op zijn hoofd of zo gelijmd? Dat is raar. We hebben hier een paard. En deze paard is heel erg schattig. Zo schattig dat je er blij van wordt. Hij zegt ook tegen jou, goedemorgen. Hij wist exact wat hij aan het doen was. Hij wist zeker wat hij aan het doen was. Dat is een goede prank. Mijn moeder heeft een nieuwe tapijt gekocht, maar mijn honden waren het er niet mee eens. Ze zijn gewoon niet eens met de tapijt. Ze denken van, op deze tapijt willen wij niet eens gaan liggen. Oh, of mogen ze niet erop staan? Ze mogen er niet op staan. Ik weet het niet. Ja, maar... Nee, oh, ze mogen er niet op. Ah, die moeder wil niet dat de honden op de tapijt komen. Maar eerlijk is eerlijk. Als jouw honden neemt, dan moet je gewoon accepteren. Die gaan op het tapijt liggen. Dat is gewoon hoe het nou eenmaal is. Een hond ligt op een tapijt. Ik had wat help met de trend. Oké. Gaan deze bouwvakkers daadwerkelijk de trend doen? Kijk, ze gaan dan. Ze rocken hem. Yeah. Let's go. Yeah, ja, jullie horen het liedje niet, want dat liedje is copyright. En als jullie dat liedje dus wel zouden horen, dan zou dat betekenen dat ik geen geld verdien. Dat zou een beetje jammer zijn. Dan gaat namelijk al het geld naar de persoon van dat liedje. Dus vandaar dat deze TikTok vooral leuk voor mij is. Ja. Dit gaat jou gegarandeerd laten lachen. Of laten glimlachen op zijn minst. Oké, hoe die oortjes gingen, was wel heel erg schattig. Gemstone lijkt op een Cookie Monster. What? Dit is gewoon letterlijk een steen. Die zeg maar ondergrond, ja, die zeg maar in een mijn lag. En die lijkt gewoon op Cookie Monster. Dat is zo zeldzaam. Dit is een gans die lekker televisie aan het kijken is. Kijk dan. Hij is helemaal zo met zijn pootjes zo. Want ik vind het zo leuk, televisie kijken. Ja, dit waren TikToks waar je letterlijk blij van wordt. Wil je nou nog meer TikToks zien waar je daadwerkelijk blij van wordt? Klik dan snel op deze video. Ja, dit zijn nog meer TikToks waar je gewoon van gaat glimlachen. Dit wil je zien? Klik op deze video. Doe ik even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Volg me ook even op Instagram, @Mick van YouTube. En dan zeg ik, Mick out.